is de oude bouwer van de kolenmijn. Die zou het vertrek zijn. Nu, dat zal er achter de noek zijn waarschijnlijk. Daarachter ligt Genk. Je ziet dat hier heel een drukke baan is. Ik ben hier zeker in de Antwerpen Centraal aan de mijn. Goedendag. Niet benieuwd, die kalp is ook van de schacht hier? Jawel meneer. Dat ging niet te weinig. Ik veronderstel wel dat daar rembanden zijn van iets. Hier zat de machinisme. Ja. Over die, over dat gat, er liep een kabel van 6 tot 8 centimeter doorsnee. Die ging naar die schacht door. En dan zijn we hier vertrekken we van hier, van dat wiel. Dat is de kop van de schachttoren. Dubbel kabel. Eén lift is boven, de andere lift onder. Als die onder is, dat ziet je. Nee. Zo werkt het. Bedankt hè. Want
Maar dat is meer dan dat. Is dat hier de houtschachten? Dat is een nieuw schacht. Restaureren en ontwerpen waarschijnlijk. Nu gaan we wandelen. Je ziet hier hoe in de... Alleen in het deken van de mijn hier, de wagonkjes. Ik denk dat we die andere wegen nog weer zullen zien. We roepen hier net van het domein zo wat net vanaf. Drukke baan hier. En dit is de wet op de water. Kijk maar, dat is zo'n plintje, middenpunt. Mijn werkers wonen hier waarschijnlijk. Je ziet hier krijgen ze weer een winzen, stoomwins van de mijn. Achter de boom. Ja, volgen de plantje hier. En in het middenpunt staat hier een grote mijnlamp of zoiets. Dat de mijnwerkers dragen. En je dat goed kunt zien. Een paar jaar ook is geweest, maar de toer is nu anders. Daarachter zie je de dingen al, een terril. Slechts stationnetje zijn. Voor de kolen waarschijnlijk. Een oude balk en dat wordt toch gebruikt of er nog iets. Dat is een Mercedes, maar ja, hij heeft toch een blitzje erin. Trekken zijn eigen aan die hand. In de rechter ziet u misschien ook de mijnschachten. Ja, ik moet dat eerst een keer. Hier komen we weer in een stationnetje. Wat de kolenbakken stingen. En verder in het land te trekken waarschijnlijk. Hier wordt het ook het hout gelost. Door de mijnen.
Wordt hier nog steeds gebruikt voor andere doelen en zin ik hier. Nog steeds verhoudt. Die zullen hier nog bewerkt worden in de wagon. Om de wagons toch te zien. Het zal nu hier voor de mijnen zijn waarschijnlijk. Dan wachten we hier natuurlijk de kolenbakken van komen van de mijnen. Voor verder transport in het land. Dat kan nog gebruikt. Hier lopen we nu net een trail. Ik zie dat de kolen hier nog, afvallende kolen hier nog eens dicht worden. We hebben nog zo goed met donder hier zitten. Ik had mijn wandelpad aangeleerd. Ik denk dat het niet zo hoog is dan van Beringen. Dat komt niet uit Roepen. Die van Beringen was redelijk hoog. Stijl ook. Dus je ziet hier op de mijnen van het van de mijnen. Nieuwe industrieën. Er zijn wel veel wandelaars die aanwezig zijn. Ik ben natuurlijk heel vrij laat gekomen. Gisteren met de lauter gestaan. Ja, het is een uur of 12 dat ik ga slapen. 8:30 vertrokken van de morgen. Dikke uur rijden. Ja. 10:10 en hier. Beetje nieuws schrijven nog. Half 11 vertrekken. Ja, we zijn wel later weg, hè. Hier ziet hem. Deze is al bezaaid met grazen.
de rol. Hè. Je ziet, hier zit me zo aan de achterkant van een trail. Dat is het hoogste punt al, zin ik. Ja, dan moet daar stukjes van. Hè. Het ogenblik zie ik nog geen wanders naar boven gaan. Wandeling waard, er is alles hier in het heel te wandelen. Om de streek hier eens van verder te bekijken, zie ik. Naar de beneden wandelen zal wandelen. Dus we zullen ze fiets hier terug naar beneden gaan. Ja, ze is er beneden zult zien lopen. Een hele groep. Deze week kunnen we toch nog veel ver zien. Veel kleur is er natuurlijk niet meer, hè. Maar ja, we zullen er zo doorwandelen, vind ik. Nog anders te zien. Goed, dat gaan we zien. Er zijn er veel, hè. Hier in de hut, als je hem ook de kolenmijn van Beringen, dan moeten ze zeker zijn. We beginnen er een beetje bij trekken en beginnen op je kop zetten voor we naar beneden gaan. De eerste kool hier mee, want de rechterste zal het wel zijn.
industrie die rond de Teril. Allemaal nieuwe industrie. En je ziet, de artsen is hier ook aanwezig. Ja, toen we daar ook een stukje bos dat we van boven gezien hebben. Nu de deuren, toren. Je ziet ook nog veel. Ik heb hier juist een hertje gezien. Dat verschiet ik aan het uit die nog van loopt. De andere mensen kant is toch allemaal bewoond. Ik weet niet of je het nog ziet, dat boven de tril. Half 1 is het geweest. Een stukje taart gegeten en een koffie op. Dat was wel nodig, want ik kou jonger ook. Dus we lopen hier tussen een stukje bos ook uit. We blijven altijd toch in de geburen van de mijn hier. Dat is ook nog een beetje ongerept natuur hier. Dat ze gerust gelaten hebben waarschijnlijk. Je ziet dat de lopende groen heeft de Duizenweg. Waarschijnlijk een smalle strook. Dat zie je nog in. Onder dat de straat onder deur. Waarschijnlijk is dat Bloemengens. Pink. Hoi. We zitten nu op de 22. Die zullen de wandelers allemaal liggen. Natuurlijk, diegene dat een 22 gedaan hebben. Die zijn niet al. Hier de bruggen. Dat is helemaal niet te volgen. Ja, we zullen maar wel een tijdje net gaan lopen zeker. Zoals je ziet, de zon is erdoor gekomen. Het is wel fris, hè? Het is de draden is zeker goed, hè. Ja, ik kan hem afzetten dat we laten. Natuurlijk in deze kant van Kink zijn niet veel mijnwerkers. En dat zijn alle tijden. En alle geloven. Dus hier hebben we een kerkje. Dat is wel iets apart, denk ik. Het is wel iets katholiekachtig, maar Turks iets hoor. Orthodox. Orthodox kerkje.
Dat is toch wel. Dit is gewoon. Goed, misschien dat water het nog wel doet. We zijn hier niet ver van de autostrade. Hè. Ja, hier is het rustig gewoon, maar heel rustig zal dat hier niet zijn. Op de achterkant van dat Hordorkse kerkje. Bos in. Of die doks. Ik kan het dan moeilijk zeggen. De zoncentrum was ook op die witte. Dus stikt wat af, hè. Prachtig weer hier al worden. Mooi blauw, alle wolken ik zijn er allemaal wel. Dan een beetje grauw nou weer. Dat is de spoorweg van die mijn. Dat is hier helemaal aan het verwilderen, zie je. Dus dat kerkje zie je ook, dat ik van Gemeenteslag op de trail gestaan heb. En ik dat bijgetrokken. Dus dat ligt hier helemaal stil. Dat is heel voetbal, dat is het andere voetbal voor de jeugd hier. Hè. Ja, dat kijk. Ik denk dat ik hier nog controle heb in mijn hoofd, hier voor de kerk. Ik heb het goed kennen. Ja, we gaan een trappietje drinken. Hè. Zet natuurlijk.